Nikki is een alleenstaande vrouw met een paranoïde persoonlijkheidstoornis. Door haar psychische stoornis heeft zij ook problemen met sociale relaties en wonen. Ze is onder ambulante behandeling van een psychiater en gaat twee maal per week naar de dagbesteding. De organisaties die bij de zorg voor Nikki betrokken zijn, hebben geen goede afspraken gemaakt over wie de coördinatie over de zorg op zich neemt. Hierdoor raakt Nikki na een crisisopname buiten het zicht van de zorg- en hulpverleners. Uiteindelijk treft haar buurman haar sterk verwaarloosd aan in haar huis. Nikki overlijdt kort daarna op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Nederland telt naar schatting 250.000 tot 300.000 personen met een ernstige psychische aandoening, een EPA. Hoewel het zorgsysteem niet altijd goed aansluit op hun situatie, leidt dat doorgaans niet tot grote veiligheidsrisico's. Dit ligt anders voor een wisselende groep van circa 20.000 mensen, mensen met een ernstige psychische aandoening, die, net als Nikki, in acute zorgnood verkeren. Zij hebben vaak meerdere problemen, waardoor het voor deze groep extra ingewikkeld is om zelf de juiste zorg en ondersteuning te regelen. Het gevolg is dat zij steeds verder in de problemen raken. Dit kan tot onveilige situaties leiden. De onderzoeksraad onderzocht hoe de veiligheid van personen uit deze kwetsbare groep en die van hun omgeving kan worden vergroot. Iemand met een ernstige psychische aandoening heeft zorg nodig die in aard en in intensiteit sterk kan wisselen. Daarbij heeft deze groep patiënten doorgaans ook praktische hulp nodig op het gebied van bijvoorbeeld wonen, financiën, relaties, werk en dagbesteding. Voor de juiste hulp en zorg zijn deze patiënten afhankelijk van veel verschillende organisaties. Elk afzonderlijk probleem van de patiënt wordt opgepakt door een andere partij. Uitgangspunt is dat patiënten zelf hun zorgbehoeften formuleren en de juiste hulp inschakelen. In de praktijk blijkt dat patiënten met een EPA soms zorg mijden en dat het hen vaak niet lukt regie te voeren over hun eigen zorg. Daarnaast hebben ook deze patiënten te maken met wachttijden in de zorg en bij sociale voorzieningen, zoals beschermd wonen. Dit alles leidt bij de patiënt en zijn naasten vaak tot gevoelens van machteloosheid. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de personen met een ernstige psychische aandoening binnen het huidige systeem geen tijdige en passende zorg en ondersteuning krijgt. De Raad vraagt zich af hoe dat komt. De verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning maken deel uit van drie domeinen. Het zorgdomein, het sociale domein en het veiligheidsdomein. Deze drie domeinen hebben eigen financieringsstromen, informatiestromen en een eigen perspectief op veiligheid. Mensen met een EPA hebben af en aan zorg nodig voor hun meervoudige problematiek. Deze langdurige zorg is daardoor kostbaar. Zorgaanbieders zijn terughoudend in het aanbieden van de hulp die deze patiënten nodig hebben. Professionals in alle domeinen voelen zich soms gevangen in regels en protocollen, waardoor het niet altijd lukt om aan te sluiten bij de zorgnood van de patiënt. Zo is het, voor een helder beeld van de zorgbehoefte en de veiligheid van de patiënt, cruciaal dat tussen professionals en domeinen voldoende informatie wordt uitgewisseld. Het beroepsgeheim biedt hier voldoende ruimte voor, mits dit in het belang is van de patiënt. Toch maken zorg- en hulpverleners hier te weinig gebruik van. De versnippering van informatie zorgt er ook voor dat afzonderlijke zorg- en hulpverleners onvoldoende zicht hebben op veiligheidsrisico's. Om de zorg voor personen met een EPA te verbeteren en de veiligheid te vergroten, doet de Raad de volgende aanbevelingen. Zorg dat de verschillende betrokken partijen vanuit één budget kunnen werken aan passende zorg en ondersteuning. Faciliteer een betere uitwisseling van informatie om maatwerk te leveren en veiligheidsrisico's beter in te schatten. Benut de wettelijke ruimte daartoe en geef daarmee invulling aan goed hulpverlenerschap. Verbeter de domeinoverstijgende samenwerking. Onder andere door het verplichten van multidisciplinaire evaluatie en het versterken van de positie van naasten.